breek. Het is zover. Ik wil één ding eerst en vooral weten. Waarom heeft het zo lang geduurd? Er gebeurt veel. Niemand vindt het leuk. Innoveren, het zoeken naar nieuwe ideeën. Een beetje flauwekul, hè. Mensen hebben heel veel vragen. Wat moeten we nu doen? We moeten het beste uit onszelf halen. Pas op! De sfeer is goed. Zeker 20 doden en duizenden gewonden. Dat paarsgeel geen optie is. Een paarsgroene regering. Die spreken over confederalisme. I'm your man, show us the money. De formatie zit muurvast. Ja, ik ben er sprakeloos van. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en ik ben zeker niet sprakeloos. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show met meer substantie dan relevantie. Ik ben weer weg geweest en het was een heus feest. Van Hongkong tot in Beringen, de wereld staat op springen. Bedoelt je Beringen? We beginnen in Zuid-Amerika, bekend van chilipepers en nazi-kolonies. Eerst gaan we naar Bolivie, daar... Daar is er discussie over de uitslag van de presidentsverkiezingen. En deze discussie bracht de mensen op straat. Die slaags raken met de oproerpolitie. Verderop in Chili waren ze ook aan het protesteren. De betogers willen sociale hervormingen. En die sociale hervormingen zien er zo uit. Vreemd genoeg lijkt het er niet op dat het politiegeweld in Chili zal ophouden. Integendeel. President Piñera wil net meer repressie. De zee over dan in Libanon, het land waar Mia Khalifa geboren is. Wie? Google het niet. Daar reist het volk. Hervormingen en het vertrek van de regering. Beetje gelijk overal, maar hier hebben ze wel de meest bizarre slogans. I cannot burn our fire. Omdat dat brandt. Enfin. In Irak dan heerst er nog steeds de Koude Golfoorlog. En daar reist het volk... op het ontslag van de regering. Helaas loopt het daar ook niet zo vreedzaam. Nu zou je kunnen afvragen, waarom gebeurt dit? Het antwoord is heel simpel. De kloof tussen arm en rijk. De kloof tussen arm en rijk. De grote kloof tussen arm en rijk is de dieperliggende oorzaak van de huidige sociale onvrede. En dat gaat er de komende jaren niet op verbeteren. Dichter bij huis dan was er plezanter nieuws. Sommigen dachten daar anders over en reden het hek omver. In het lage land van kaas, klompen en koffieshops werd er ook geprotesteerd. Dit keer door de agriculturele ingenieurs. De boeren willen met het protest meer waardering afdwingen voor hun werk. En om dat te bereiken, reden ze met hun tractors de snelweg op. Met dit als gevolg. Grootste file ooit in Nederland. En de week erop deden ze het opnieuw. Vanochtend trokken ze naar Utrecht, daarna naar Den Haag. En het leuke aan deze protestactie is dat niet alle boeren zich even strikt aan de regeltjes houden. De politie probeerde samen met het leger de tractoren uit de binnenstad van Den Haag te houden. Maar hier en daar raakten boeren toch door de blokkades. Waarom protesteren die boeren nu eigenlijk? Uit regeringshoek kwam onlangs een voorstel om de Nederlandse veestapel te halveren. Dat is een probleem voor kaaskoppen die enkel melk drinken. Maar waarom zou je 1 op 2 koeien doden? Voor klimaat- en milieumaatregelen, zoals het streng beperken van de stikstof. Bij ons is het probleem nog steeds CO2. In het noorden is dat kennelijk stikstof. Je weet wel, datgene dat Vin Diesel zowel Fast als Fuel maakt. Maar dat dit werkelijk een probleem is, maakt je niet elke boer wijs. Dit jaar is iedereen die gaat ineens dood van de stikstof. Hoe dan ook, de strijd tegen stikstof gaat door. In de strijd tegen stikstof wordt de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd van 130 naar 100 km per uur. In tegenstelling tot eerder vernoemde Vin Diesel, kunnen de Nederlanders niet meer snel rijden op hun snelwegen. En hun premier gaf hiervoor een tamelijk onduidelijke reden. Het is nodig om te voorkomen dat Nederland op slot gaat. Want iedereen weet dat er maar één deur is naar Nederland. Sluis? Ja, het is sluis. Onze verstikte noorderburen reageren heel verdeeld. Zo zijn er enerzijds de realisten. Ja, de andere landen mag je wel gewoon 130 blijven rijden. En anderzijds zijn er de velocyclisten. Ik hou niet zo van een race. Maar het gaat hier niet om racen. Het gaat hier om... Als ik naar mijn werk moest, ochtends ga ik op tijd weg. Nou, moet ik wel eerder van huis. Anneke moet vroeger opstaan. Gelukkig, wij zijn nog steeds CO2 aan het uitstoten. En zo dus. Is er geen enkele Vlaamse regeringspartij die een verlaging van de maximumsnelheid
maximumsnelheid overweegt. Maar wij hebben wel andere problemen. En dat brengt mij naadloos bij het volgende nieuws, waar we al even op zitten wachten. 162 dagen. 163 dagen. 164 dagen. Ik heb het natuurlijk over de federale regering. En daar is... nog lang geen sprake van. Na de twee pre-formateurs hebben we een informateur. De insta voor indien het zou moeten lukken. Koning Filip heeft Paul Magnet informateur gemaakt. Zo snel als Magnet wie kon zeggen, klonk er al negativiteit van Kwik en Flupke. Voor de voormalige pre-formateurs is een coalitie tussen hun beide partijen zo goed als onmogelijk. Oké, kinderen, nu moet je even opletten, want het kan twee kanten uit met de regering. Zo is er paars-groen met de Sossen, de Liberalen, de Groenen en de Tjeven. Pikken complex. Een andere mogelijkheid is paars-geel, waar N-VA met de Sossen en Liberalen een regering vormt. De Tjeven kunnen daar eventueel bij. Hoewel ze niet echt nodig zijn. Wanneer zijn ze dat eigenlijk ooit? Paars-geel wordt moeilijk. Het komt erop neer dat de verschillen tussen de rode en de gele te groot zijn. Of zoals de VRT het met iets wat vooringenomenheid illustreerde. N-VA wil een centrum-rechtsbeleid waarbij werklozen na een tijdje geen uitkering meer krijgen. PS wil een linksbeleid met bijvoorbeeld hogere minimumlonen. Maar moeilijk wil niet zeggen onmogelijk. Laten we dus eerst en vooral eens horen wat de informateur te zeggen had. Diegene die niet probeert, vergist zich maar één keer. Daar is iets verloren gegaan in de vertaling, vrees ik. Maar we moeten niet naïef zijn. We moeten niet naïef zijn. We weten allemaal wat dat Popol wil. Paars-groen, het voorkeursscenario van Magnet. En toch is paars-groen geen optie voor iedereen. CD&V en Open VLD lusten die coalitie eigenlijk niet. De Tjeven kwamen zoals verwacht met een Tjeven-antwoord. Dus paars-geel als het kan, maar paars-groen als het moet. Kijk, paars-geel moet. Maar de liberalen waren niet zo duidelijk. Troonpretendent van Gent, Mathias de Klerk, ziet een paars-groene samenwerking wel zitten. Met drie unieke punten. Vlak van de sociaal-economische agenda, de economische agenda, de sociale agenda. Gelukkig bracht Bart Somers verduidelijking. We laten verder het land verrotten. Wat zal er nu gebeuren? Hoe dan ook, Magnet zal in de regering zitten. Omdat zijn partij, de PS, de enige is die onmisbaar blijkt. En als de N-VA aan de kant zou geschoven worden, dan zitten we met... een regering die geen meerderheid heeft aan Nederlandstalige kant. En dat zou misschien wel eens de laatste Belgische regering kunnen zijn. En dan brengen we terug hoop. Onbestuurbaar wordt het hier zeker niet, want sinds begin oktober hebben we een nieuwe Vlaamse regering. Bereid u voor op het ergste. Voor alle duidelijkheid, dit is geen mop van ons. Dit is wel degelijk wat er sinds het begin van de regeringsvorming op de Twitter van de N-VA pronkt. Het illustreert goed hoe dat zij zichzelf zien. Superhelden die Vlaanderen zullen redden van Marsmannetjes en Lex Luthor. Dit groepje Avengers van de Aldi wordt geleid door Iron Man Sterke Jan. Jan Jambon. Jean Jambon wordt de nieuwe minister-president. Maar wat weten we nu eigenlijk van de nieuwe president van Vlaanderen. Hij is 59 en geboren in Genk. Hij is ook een dikke nerd. Na zijn studies informatica maakte hij carrière in het bedrijfsleven. Een nerd in maatpak. Politiek gesproken is hij... Vlaams nationalist in hart en nieren. En dat bewees hij toen hij dit zei. Ik ben kandidaat eerste minister ben. Van België wel te verstaan. De Vlaamse regering wil heel veel gaan uitgeven. Uitgaven naar welzijn, naar onderwijs, naar onderzoek en ontwikkeling. En vermoedelijk ook aan hunzelf. De Vlaamse regering wil extra investeren in de gezondheid van bejaarden. Maar waar gaan ze dat geld dan allemaal vandaan halen? We hebben het kort voor u samengevat. Wat zal gebeuren met besparingen? Zo worden dienstenchecks minder fiscaal aftrekbaar. Een kinderbijslag vanaf het derde kind wordt niet meer geïndexeerd. Afschaffing van de woonbonus. En over dat laatste wil ik er rap iets zeggen, want de Vlaamse woonbonus gaat over uw eerste huis. Er is ook een federale woonbonus, maar die gaat over uw tweede huis. Zo dus... mensen die het breed genoeg hebben om een tweede woning te kopen, doen dus
5 keer meer voordeel. Zeg nu nog eens dat je geen regering van de rijken bent. De regering doet van alles niet goed, maar wat doen ze dan wel goed? Qua spektakel heeft de regering haar start niet gemist. Want in het begin wou de N-VA niet spreken over hun begroting. Eerst lieten ze de politiekers een week wachten en sommigen vonden dat te laat. Maar te laat, dat ga jij niet bepalen, hè? En zelfs al moest jij bepalen wanneer de N-VA over de begroting spreekt, dan nog zouden ze u dit lappen. Er is een bommelding. Ik weet niet of dat de begroting er nu al is, maar alleszins... Er was op geen enkel ogenblik sprake van enige bommelding. Noem het een regering voor de rijken of noem het een regering van de domme. Voor ene keer ben ik het akkoord met de VRT. Dit blijft natuurlijk een coalitie van de verliezers. Hè? Dan kunnen we nu eindelijk spreken over Vlaamse cultuur. FC de kampioenen. Nu is het geen tijd voor uw mopjes, Tine. Want de kunstenaars reageren verbolgen. Op de manier waarop de Vlaamse regering het mes zet in de subsidies. Ja, kinderen. De Vlaamse regering gaat ook besparen op kunst en cultuur. Al bij al valt het wel mee. De structurele subsidies die gaan met 6% omlaag. Ondanks dat het hier gaat over besparingen, zijn er ook instellingen die meer geld gaan krijgen. Wie wel meer krijgt, is de Vlaamse film en het Vlaamse boek. En conservatief als ze zijn, zullen ook... Ook erfgoedinstellingen zoals musea... ...meer geld krijgen. Maar waarom zijn de kunstenaars dan kwaad? Wat is het probleem nu eigenlijk? Het feit dat cultuur de maatschappij alleen geld zou kosten... Nee, waarom zijn zij kwaad? Tijdelijke projectsubsidies moeten met 60% omlaag. De projectsubsidies gaan met 60% omlaag. Maar kun je mij ook zeggen wat dan projectsubsidie is? Die projectsubsidies zorgen net dat er jonge makers een eerste project kunnen maken. Ah ja, en heb je dan ook een voorbeeld van zo'n jonge maker? Ik heb een jaar of 10 geleden ooit ook een subsidie gekregen om met mijn trio internationaal door te breken. 10 jaar geleden was Chef Neven niet meer jong en hij was al bekend. Ik zit nog steeds met heel veel vragen. Ik weet eigenlijk niet eens wat cultuur is. Cultuur gaat van Clouseau tot Wim Hendricks, van Wim van de Keibus tot Sterren op de Dansvloer. Gezien ik enkel Clouseau ken op die lijst, vroeg ik hulp aan onze cultuurspecialist. Een Vlaamse cultuur. Daar wordt misbruik van gemaakt door subsidietijgers om subsidies binnen te rijven. Nu, ik heb niks tegen subsidies als een artiest een taalhandicap heeft. Daarmee bedoel ik als hij zijn ding in het Vlaams doet. Bijvoorbeeld Eddie Wally, die zong in het Vlaams, die had mogen gesubsidieerd worden. Maar Toet Stielemans, die had geen subsidies nodig om internationaal door te breken. Een danseres, die kan overal dansen, in Moskou, in New York. Chef Neven, nog zo'n subsidietijger, die heeft dat niet nodig. Dus subsidies, ja, voor de mensen die een Vlaamse taalhandicap hebben. En voor de rest, fuck it en doe het zelf. Dank u. Dank u. Het was niet echt een antwoord op mijn vraag. Gelukkig is er Kulder Zipke nog. Die gedraagt zich tegenwoordig als Che Guevara, maar hij schept wel duidelijkheid. Wie is de dupe van bijvoorbeeld die schrapping van 60%? Op lange termijn... Iedereen. Iedereen. Alle Chinezen, alle Congolezen, alle Venezolezen. Kuifje wil de subsidies behouden. Hij wil ze wel hernoemen. We moeten stoppen met spreken over subsidies. Als we dat in de bedrijfswereld investering noemen, moet het lef hebben om dat in de cultuurwereld ook investering te noemen. Ha, als jij dit een investering wilt noemen, wil ik een ROI zien. En als je dan toch financieel advies gaat geven, dan hoop ik dat het beter is dan dat van Chef Neven. Als nu elke parlementair een kwartje van zijn uittredingsvergoeding afstaat, dan is het probleem opgelost. En als nu elke succesvolle artiest de kunst zou steunen in plaats van subsidies te eisen... Waar zit nu feitelijk het probleem? Besparingen zijn er overal en cinema en literatuur zullen toch meer geld krijgen. Projectsubsidies gaan over het algemeen naar projecten die niet alleen niets opbrengen, maar ook niemand interesseren. Waarom zou de Vlaming moeten betalen voor uw experimenteel dadaïstische performance art? Die uitspraak vind ik chockerend en daar word ik boos van. Oei, Kulder Zipken is kwaad. We zullen maar doorgaan. Ik ben hier niet om over kunst te lullen. Dat is een video op zich. Jullie willen weten wie nu eigenlijk de schuld treft. Vlaams minister-president Jan Bon, die tegelijk minister van cultuur is. Dat klopt, maar eigenlijk is de hele Vlaamse regering schuldig. Ook al zeggen de chefen van niet. Dat is een keuze van de minister zelf. De liberalen daarentegen spraken er weken geleden al over. Daarnaast zorgen we er ook voor dat het subsidiebeleid, dat we dat eens goed tegen het licht houden. Maar kom, laten we het op de N-VA steken, want dat is veel makkelijker. De N-VA heeft geen cultuur. Ter herinnering...
Maar wij hebben wel cultuur. En wij weten dat alles beter kan. Daarom presenteer ik u de nieuwe Vlaamse regering. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Broek aan, tractor in, Hollandse boeren. 2. Paars en groen zijn complementaire kleuren, maar daarom nog geen goede combinatie. 3. Ars gratia artis, geldwolven. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit niet gesubsidieerd showke. Ik zie u graag, ook al zie ik u nooit. En ik laat u nog met dit. Ze moeten alle subsidies van Chef Neven aan het Witte Kwartiertje geven.